برا الحزن البوق والزوارة برا برا الفزن الحزن ما بقى آمان برا برا العطش والناس منحوسين برا برا الحرمة الظلم والعبودية برا برا نشفوا الميدان هلكت أوراق برا برا النجوم تقدم كت الشمس برا برا ما بقى خير لسعادة ولا زهر برا برا ما بقى السجرة سكتوا للطيور برا برا ما بقى ليلة نهار الظلمة برا برا جهنم ما بقى الزين دم تسيل برا برا الحيطان حيطان واقفين برا برا الخوف الناس ساكتين برا برا الحزن البغض والزوارة برا برا الفزت الحزن ما بقى آمان برا برا نشفوا الودان هلكوا الحوراق برا برا النجوم تبادر كت الشمس Come on!
mannen steken zich weg achter ongewapend. Dat is vrij onmogelijk van iedereen te ontwapenen. Denk het niet, hè? Of wel? Evacueren, dat zijn Zodiacs. Okay, Zodiacs, dat zijn opblaasbare motorboten uitgerust met twee motoren van telkens 80 pk. Goed. Het zijn geen bootjes, plezierbootjes, maar dat zijn boten om militaire acties uit te voeren. Goed. Dus zoals ik zei, een opblaasbare boot, dus is heel belangrijk dat jullie op het opblaasgedeelte zitten. Wij noemen dat in onze vaktermen een boudin. Dus het is belangrijk dat je op de boudin neerzit. Okay? Je gaat zien, als je instijgt in die Zodiac, zijn er daar touwen voorzien om je daaraan vast te houden. Oké? De bedoeling is... Dus dat is hier het touw. De bedoeling is dat je gewoon je hand zo vastneemt aan het touw. Oké? Het is absoluut verboden van dit te doen, je pols rond het touw te wikkelen. Waarom? Als je overboord gaat... Blijf er aan de boot hangen. En dat zorgt voor enorm veel problemen. Oké? Dus gewoon uw hand rond de touw. Zo of zo kunt u kiezen. Go, hey, go, ho! Go, ho! Bedankt, bedankt. Allemaal tezamen. Go, ho, go, ho! Dat is Marie Madame die mee doet. Ja, kan dat toch?